Is het moeilijk om te maken? Het is best wel moeilijk om er al die pitch eruit te halen. Oh, die moet je er allemaal uithalen, al die pitch. Ja, we moeten een enkel. Ja, ja. Moeilijk maken. En wat ga je er dan mee doen als die klaar is? Mee naar huis meenemen. Mee naar huis? Ja. En ga je er dan ook een lampje in laten branden? Ja. Vandaag in samenwerking met verschillende wijkpartijen, kinderfaculteit, de politie, aardgasvrij is helaas is er niet, omdat degene ziek is, anders zou die ook nog aansluiten. En we doen dit ook samenwerking met Atelier Bij de Hand nog, vanuit Zuidwijk. En vandaag staan we hier bij Ooghoedsplaatweg en we hebben hier pompoen snijden vandaag, vuurspuwen. Kinderen kunnen een gezonde smoothie maken. Waarom zijn jullie hier, jongens? Omdat we naar het herfstfeest willen. Ja. Vind je dit leuk, zo'n feest? Ja. In de wijk? Ja. Kom je uit de buurt ook hier? En jij ook? Ja, ik woon daar zo. En jullie gaan je allemaal laten sminken? Daar. Ja. En wat wil je worden? Een spinnetje, hier aan de zijkant. Ik moest iets vragen aan de wijkagent. Ja. Wat wil je vragen aan de wijkagent? Persoonlijk. Oh, dat wil je niet op film? Nee. Mommy? De kinderfaculteit is aanwezig om de kinderen, kinderfaculteit die niet kennen, kinderfaculteit te laten kennen. En ook de kinderen smoothies te laten maken. Smoothie. En dan doen we, het is cultureel, sportief en ook educatieve lessen hebben we bij de kinderfaculteit. En wij staan vandaag met ons twee collega's. Ik ben Diana, coördinator op de vloer van de kinderfaculteit. Samen met Maria, algemeen projectleider van de kinderfaculteit. Staan we samen een beetje vandaag om die kinderen ook plezier te geven eigenlijk. Vandaag eigenlijk. Ja. Ja, en leren van smoothies maken, snijden. Hoe ga je met een blender om? Dus al die dingen kunnen ze ook leren. En leuk. Ook, ik ben degene die eigenlijk de koklessen geeft van de kinderfaculteit. Dus dan kunnen de kinderen ook een heleboel leren vandaag eigenlijk. Okay. Jij hebt ook een smoothie gemaakt, hè? Ja. En wat heb je gebruikt? Ik heb appel en peer gebruikt. En wat heb je ermee gedaan? Al ik heb Nee, ik heb twee flesjes in, zeg maar, in de koelkast gelijk bij mijn eigen thuis. Ja, het is thema herfst, dus dat was ook leuk met pompoenen en onze grote mascotte natuurlijk, die je nu ook gezien hebt net. Dus ja, we vinden het leuk om kinderen een goede vrije tijdsbesteding te geven in de herfstvakantie. Ja.